Veteranen ontmoeten elkaar weer in Vrijheidsmuseum Groesbeek. Ze komen met uiteenlopende ervaringen, maar voelen toch een connectie. En die dat verhaal, en zeker wel onze oude Indië-veteranen en mensen die uit die kant komen, dat niet kwijt wilden binnen hun familie. En dat kunnen ze hier onder gelijkgezinden, onder hun maten, kunnen ze dat verhaal kwijt. En verder in het nieuws vandaag, kunstzinnige nieuwkomers geven workshops aan studenten. En nieuwe noodopvang voor 100 personen in Druten. Donderdagavond vond de Berg en Dalse Veteranendag plaats in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd om de veteranen weer bij elkaar te brengen en te bedanken. De verhalen verschillen enorm, omdat ze allemaal naar andere landen zijn geweest. Maar toch voelen ze hier een connectie. We zijn hier vandaag bijeen voor onze Bergendals Veteranendag. We nodigen als gemeente ieder jaar al onze veteranen uit in het Vrijheidsmuseum voor een middag waarin we een paar toespraken houden, maar waarin we vooral heel veel gezelligheid bieden aan onze veteranen om ze te bedanken voor alles wat ze voor ons gedaan hebben. Ik vind het ontzettend belangrijk om deze mensen te blijven danken voor wat ze gedaan hebben. Ze hebben hun leven in de waagschaal gesteld voor vrede en veiligheid. Vaak heel ver hier vandaan, in Nieuw-Guinea, in Afghanistan, in Joegoslavië. We hebben jonge en oude veteranen en we vinden het heel belangrijk om die inzet te blijven waarderen en ze dat ook te tonen door hun en hun partners uit te nodigen. We beginnen zo straks in de filmzaal. Dan zijn er een paar korte toespraken waarin we gewoon die dankbaarheid nog maar eens even uitspreken, want mensen hebben natuurlijk allemaal een medaille opgespeld en een veteraneninsigne, maar wij vinden het belangrijk om dat ook met levende woorden gewoon dat dankjewel nog eens even uit te spreken. Voor de veteranen is het ook erg belangrijk dat dit soort dagen georganiseerd blijven worden. Het is belangrijk dat je veteraan bent, dat je laat zien dat je wat betekend hebt voor mensen in heel de wereld, want de veteraan komt over de hele wereld. En het is belangrijk om die waardes die wij geleerd hebben, het zorgen voor elkaar en het met elkaar zijn, dat we die in stand houden. En dat doe je op zo'n veteranendag. Nou, dus dat in ieder geval de gemeente ook inziet dat de veteranen een waardevol goed is en dat iedere gemeente in Nederland wel veteranen heeft. En dat je daar iets mee doet, herdenkt, zo'n dag als deze organiseert. En dat is heel belangrijk voor die veteranen om samen te komen, hun verhaal kwijt te raken. En voor de gemeente is het belangrijk om te laten zien dat ze er iets mee doen. Het is voor de veteranen niet gemakkelijk om met het thuisfront te praten over hun ervaringen. Dus is het fijn voor hen om hun lotgenoten hier te treffen. Nou, die mensen hebben een hoop meegemaakt. Die hebben een hoop kameraden zien sneuvelen. Die hebben misschien zelf dingen gedaan die in die tijd, in de huidige toestand, niet gewaardeerd werden. Nou, om daarover te praten en dan die beelden weer op te roepen wat je meegemaakt hebt, dat is vaak heel moeilijk. Dan kijk je naar Nieuw-Guinea, maar je kijkt ook naar jongens die uit Afghanistan komen. En dat is heel moeilijk, om daarover te praten. De afgelopen weken is Museumpark Orientalis in Heiliglandstichting een creatieve broedplaats geweest van nieuwkomers uit diverse culturen. Zij gaven hier workshops aan studenten van het ROC Nijmegen in samenwerking met studenten van de Hans Social Work Nijmegen. Vandaag werden de gemaakte producten van de afgelopen weken rondom het thema Woman, Life, Freedom feestelijk tentoongesteld. Er was een mogelijkheid om deel te nemen aan creatieve mini-workshops door de nieuwkomers, optredens bij te wonen van muzikanten uit diverse culturen en te proeven van de traditionele keuken van de nieuwkomers. De afgelopen 8 weken hebben nieuwkomers creatieve workshops gegeven in Museum Orientalis aan ROC-studenten en zij werden begeleid door Hans-studenten Social Work. Aan het eind van de cursussen kregen de nieuwkomers een certificaat uitgereikt door de voorzitters van het college van het bestuur van de HAN en het ROC. Een van de workshops was Quitting Art en werd gegeven door Suzanne. Nou, ze is Suzanne.
Het is al 1,5 jaar in Nederland. Ze woont nog in het AZC Nijmegen. Ze heeft het voor Spacetoon gedaan. Het is een bekende programma voor kinderen gewoon in Syrië. En ze heeft Quilling Art gedaan en nu doet ze het nog een keer hier. En ze vindt het leuk om met mbo's te doen of hbo'ers, gewoon met studenten. We hebben eigenlijk Quilling gedaan. Zoals u ziet is het eigenlijk een soort kunstwerk wat wij uitwerken met kleine papiertjes die wij waar we rondjes of driehoekjes van maken en dat eigenlijk erop plakken om het mooi uit te werken eigenlijk. De bedoeling van het project van Stichting Elen Art is door middel van kunst elkaar beter leren kennen en gebruik maken van capaciteiten van nieuwkomers. Dan merk je eigenlijk dat het maakt niet uit van waar je komt, wie je bent. We waren echt een gehechte groep, want we kenden elkaar allemaal nauwelijks. Het was denk ik een groep van 12 mensen en dan ook nog dus de nieuweling erbij. Waaruit zij ook nog niet echt Nederlands kon. Dus dat was ook nog een beetje moeilijk communiceren. Maar uiteindelijk merk je wel dat het allemaal hartstikke goed is gelukt. Studenten van de HAN Social Work zullen in een beroepsmatige toekomst met de doelgroep te maken kunnen krijgen. Ik heb tot nu toe zoveel mogelijk stages gehad, zodat ik een beetje kan kijken wat ik wel en niet interessant vind. En de doelgroep asielzoekers spreekt me zeker aan. En dan al helemaal het gebied jeugd, wat we hier natuurlijk in combinatie hebben met ROC-studenten. Dus ik zie mezelf wel later in een dergelijke situatie zitten, ja. Je leert er heel veel van. Je leert projecten zoals dit organiseren, maar je leert ook inderdaad de verbinding tussen ROC-studenten en nieuwkomer spelen. Maar ook een stukje lesgeven, een stukje autoriteit. En toch dat ja, mensen bij de les halen. Dat is iets wat je op de PABO leert, maar dus ook bij social work en dat is wel leuk. Dit is een van haar leukste momenten en hoe ze met studenten, met Nederlandse studenten omgaat, hoe lief en aardig ze zijn en hoe hun haar verwelkomen en hoe leuk het gewoon is. Aan de Scharenburg in Druten komt een tijdelijke noodopvang voor 100 asielzoekers. Deze week heeft het college van Druten het besluit over deze locatie genomen. De raad, omwonenden en andere direct betrokkenen zijn als eerste geïnformeerd. Er is al langere tijd dringend behoefte aan opvangplekken. In april hebben de gemeenten Druten en Wijchen daarom aangegeven samen op te trekken in het asielvraagstuk. In Wijchen komt een AZC voor 300 mensen en Druten zorgt nu voor de noodopvang van 100 vluchtelingen. De zeer grote brand in Malden eerder deze week is waarschijnlijk niet aangestoken. Dat meldt de politie. De eigenaresse van de privésauna in het pand is er naar eigen zeggen 300% zeker van dat dit wel het geval is. De technische recherche heeft onderzoek gedaan naar het ontstaan van de brand. Dat onderzoek is nog niet helemaal afgerond, maar de politie gaat ervan uit dat de brand niet is aangestoken. Al is het ook niet duidelijk waardoor het vuur dan wel is ontstaan. Ja, en een dubbele domper voor mensen die vandaag naar festival Down the Rabbit Hole zouden gaan. Bezoekers die verhinderd zijn, kunnen hun kaartje van €255 op het laatste moment niet meer doorverkopen. Gisteren kregen bezoekers van het festival in recreatiepark De Groene Heuvels in Ewijk te horen dat doorverkopen sinds donderdag niet meer mogelijk is. Dat was vooraf gecommuniceerd, maar voor veel mensen niet duidelijk. Doorverkoop is sinds deze editie niet meer mogelijk via platforms als bijvoorbeeld Ticketswap, maar alleen via de oorspronkelijke verkoper Ticketmaster. Zij hebben deze mogelijkheid 8 uur voor aanvang van het evenement stopgezet. Meer kunst op het gemeentehuis in Druten. Burgemeester Sigrid Sengers en wethouder Gerard de Wild onthulden donderdagmiddag schilderijen in het gemeentehuis. Deze zijn gemaakt door kinderen van 4 lagere scholen uit de gemeente. De schilderijen zijn onderdeel van het project Druten 2040. Het is een schilderij wat gemaakt is naar aanleiding van een project Druten 2040. Wat heb ik gedaan? Ik ben naar lagere scholen toegegaan. En ik heb aan de groepen 7 gevraagd hoe zij denken dat het jaar 2040 eruit komt te zien. Wat we willen is dat we een visie ontwikkelen op de toekomst van Druten. En daar hebben we 2040 voor gekozen. Dat is een stip aan de horizon. Hoe willen we dat Druten er in de toekomst gaat uitzien? Gemeente Druten is al langere tijd bezig met het project Druten 2040. Ja, we hebben een aantal bijeenkomsten gehad en die resultaten die worden nu uitgewerkt, zeg maar. En het eerste resultaat wat we hebben zijn eigenlijk de dromen van de kinderen. De kunstenaar heeft samen met de kinderen meerdere tekeningen gemaakt.
uit die tekeningen zijn er 10 of 12 geselecteerd. Een proefschets is er gemaakt. Die proefschets die is bekeken, er moest nog wat veranderd worden. En daarna is dat hier op het grote doek gezet. En heeft ieder kind zijn eigen figuur bij mij in het atelier geschilderd. Volgens de kinderen gaat er veel veranderen in Druten. De kunstenaar vond de samenwerking met de kinderen erg leuk. Dat was leuk. Er waren kleine groepjes, groepjes van 2 en groepjes van 3. Dus je krijgt een heel intensief contact tijdens het schilderen. En dat ging goed. En je echt rustig de tijd ervoor genomen. Er stond geen tijdsdruk op. Dus dat ging haar superleuk. Ja, wat er de aankomende jaren gaat gebeuren, als we de kinderen mogen geloven die deze prachtige tekening gemaakt of dit schilderij samen gemaakt hebben van de basisscholen, dan gaat er nogal wat veranderen in Druten. Zo verandert de skyline van Druten. Rijden we niet meer over de weg, maar vliegen we. En er komen windmolens. Ja, wat ik ook wel heel leuk vond, is dat ook een van de kinderen zegt van we kijken naar de toekomst, maar we hopen niet dat alles gaat veranderen. Er staat op schilderij ook een hele mooie oude windmolen, bestaande windmolen. En we moeten ook aandacht hebben van wat er nu is. Dus dat is wel mooi, niet alleen naar de toekomst kijken, maar ook behouden wat we hebben. Voor NEC is vandaag de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer van start gegaan met de eerste training. Veel oude bekenden zijn vertrokken en er zijn een aantal nieuwe spelers alweer gearriveerd. Kortom, het is even wennen, natuurlijk ook voor trainer Rogier Meijer. Ja, kop is eraf, zeggen ze dan altijd. En, de eerste dag is altijd een beetje, zei ik vanochtend, altijd een beetje onrustig, een beetje... Iedereen een beetje aftasten, maar dat zag er prima uit en dat was lekker. Nou, dan zeg je lekker te relaxen en te ontspannen, maar in die weken is er best wel veel gebeurd. Kun je dan wel een beetje relaxen, want de ene naar de andere speler ging weg? Ja, dat is misschien voor de buitenwacht is dat verrassend of een verrassing. Wij zijn natuurlijk op de hoogte van de meeste dingen die spelen. En een aantal spelers hebben zelf voor gekozen om niet meer verder te gaan. Een aantal spelers wisten ook dat daar belangstelling voor was. Dus voor mij was het niet zo'n verrassing. Nee. Maar het is ook wel een beetje onrustig. Hè? Je hebt de selectie, is nog niet compleet. Het oefenprogramma wat elke keer aangepast moet worden. Is dat wel lekker om dan zo op te starten? Er is denk ik geen elftal in de Eredivisie waar de selectie compleet heeft, geen club. Dus dat is niet anders dan de voorgaande jaren. En vandaag hadden we met 15 man. Nou, Lasti deed wat individueel werk, dus er 16. Maandag komt Bram erbij, dus dan is er weer een speler bij. En ik denk dat er volgende week nog wel 1 of 2 bij komen, dus dat valt allemaal wel mee. En ook daarin in het oefenprogramma, dat is meer voor de buitenwacht. Wij weten natuurlijk hoe het werkt en wat er gedaan wordt. Dus ik heb daar niet zo'n onrustig gevoel van, nee. Ja, en de Japanse spits komt ook volgende week? Ja, die kans is wel aanwezig, dus daar ga ik in principe wel vanuit, ja. Ja, na een prima vrijdag met geregeld zon en een aangename 23 graden duiken we morgen weer even een dipje in. De zaterdag zal een vrij regenachtig karakter krijgen. Het regengebied arriveert al vannacht en trekt uiteindelijk in de loop van de middag pas oostwaarts het land uit. Daarachteraan komen mogelijk nog enkele losse buien voor. Het wordt dan ook niet warmer dan een graad of 20. De zondag maakt weer een hoop goed. Er is een mix van zon en wolken en het wordt zo'n 23 graden. Lokaal is een enkele bui niet geheel uitgesloten, maar het zal veelal droog blijven. In een nieuwe week blijft het nog wat wisselvallig, maar gaan de temperaturen wel weer wat verder omhoog. En tot zover het RN7 Regio Nieuws voor vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn natuurlijk terug te vinden op ons YouTube kanaal. Nu op RN7 kun je weer kijken naar een nieuwe NEC-update. En wij zijn maandag weer bij je terug. Fijn weekend en graag tot dan.